Een prestigieus internationaal zwemtoernooi komt in november naar het Pieter van der Hogeband zwemstadion, de International Swimming League. Het gaat dan om de play-offs voor de korte baan zwemcompetitie. Sportwethouder Stijn Steenbakkers reageert op social media uitgelaten op de toewijzing. Niet iedereen is zo blij. Diverse zwemverenigingen stuurden eind juni een brandbrief aan de gemeenteraad. Daarin schreven ze dat ze negatief hebben geadviseerd over het plan om een bid uit te brengen. Ze vrezen opnieuw leden kwijt te raken als er bijna een maand niet gezwommen kan worden in het zwemstadion. We zijn als verenigingen net aan het opstarten. Sommige verenigingen hebben tot wel 25% ledenverlies door corona. Dan moet je mensen gaan motiveren om weer te komen. En dan kun je gelijk zeggen, ja, als we na de zomer gestart zijn, dan na een anderhalve maand, dan gaan we een maand dicht. En als we dan weer starten, is bijna kerst. Oftewel het najaarseizoen, dat is bijna weg. Terwijl iedereen net weer begint met competities, net wedstrijden die ze moeten doen. De zwemlessen, de diploma-zwemmers moeten georganiseerd worden, nationale kampioenschappen. En wij zien niet in dat er vervangend water is waarin goed getraind kan worden. De gemeente beloofde destijds te zorgen voor alternatief badwater voor de verenigingen, maar dat nam de kou niet uit de lucht. Het toernooi van de International Swimming League wordt gehouden van 11 tot 28 november.